welkom willen op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Lieve Remus en ik ben pas wakker. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. En ja, ik heb wel maagpijn. Ik weet niet hoe het komt. Mijn vlog staat al op renderen. De andere vlog was blijkbaar deze nacht als niets geüpload op YouTube. Oké, dankjewel laptop dat je dat hebt gedaan voor mij. Nu is ook mijn laptop ook aan het opladen, terwijl dat hij bezig is met het renderen. Het opladen duurt 50 minuten en het renderen duurt 3 uren. Zo lang kan ik hier niet blijven wachten, hè. Nee. Dus ik ga me nu straks even een sticker aandoen en dan vertrekken naar mijn werk. Ik ga nog eens een thuislapje doen voor de verandering. Zitten we al nu al regelmatig erin, hè? Thuislapjes. Je ziet, ik pak ook mijn tijd ervoor voor het te maken. Dat is al één. Want het kost me ook ontzettend veel tijd en ook wat stress voor me ook met de tijd te spelen en ook nog te kunnen vloggen nu. Ja. Bij deze, dan weten jullie dat. Allee, tot ziens. Gedaan met werken en ook een lekkere spaghetti gegeten bij mijn ouders. Oh, en het is fucking hell warm. Voilà. Dus nu ga ik richting mijn schatje. Wat heb ik ook vandaag gedaan in Bewaal? Dat willen jullie toch zo graag, zodat ik jullie daarmee op de hoogte houd. Wel zo gelijk gisteren. Gisteren heb ik, zo gelijk ook vandaag dan weer, filters waarin de mondmaskers moeten. Zo tellen, 5 per stuk. En dan zo in een plastiekje steken en die plastiekje dan toedoen. Dat was dus mijn taak vandaag in Bewaal de ganse dag door. Ik kan nu geen filters meer zien. Echt niet. Ik heb er zoveel. Wat is dat hier allemaal? Ja. Even iedereen voorlaten, voilà. Alles viel hier ook weg. Want hier stond veel auto's. Heel veel auto's. Ach ja, maakt niet uit. Kleine manoeuvre moeten maken. Dus dat heb je dus gedaan en hopelijk heb ik alles, maar ook echt alles gezegd wat er te zeggen valt.
Ik ben nu richting mijn schat aan het rijden. Maar ja, dat hadden jullie waarschijnlijk al door. Mijn mama had ergens niet door dat morgen een feestdag is. Dus eigenlijk vandaag wanneer de vlog is online is gekomen. Want mijn mama heeft boterhammetjes gemaakt. Yay! Dan kan ik dat morgen weer al opeten. Ja. En het is zo druk op de baan. Ik had jullie laten zien. Zie eens hoe druk dat dit is, man. Druk, druk, druk. Erg druk hoor vandaag, want oh man, ik weet niet wat dat vandaag is. Meer verkeer al op de baan. Zien jullie ook. Echt waar, dus het is opletten op de baan. Ja, ja. Dan heb ik ook nog drinkjes mee voor mijn schat. Dat is alles. En dan heb ik ook nog mijn laptop bij. Om te kijken als het gaat lukken voor mijn vlog te uploaden. Ze rijden erg traag, man, vandaag. Wat is dat toch? Hallo? Waar laat je iedereen voor? Ja, ja. Sorry dat ik bijna geen commentaar geef momenteel, maar jullie zien het ook dat ik echt geconcentreerd ben op de baan. Dus dan kunnen jullie dat ook wel eens merken hoe ik ben, terwijl dat ik ook aan het rijden ben. Het is echt heel druk op de baan. Hoe vaak ga ik het nog zeggen dat het druk is? Ik weet het niet. Schatteke, ik zie jou graag en ik ben onderweg naar jou, jou, jou. Ja, ik ben echt heel geconcentreerd bezig op de baan. En dan rijdt er een nog door rood. Ja, waarom ook niet? Een bedrijfskabinet van Benens. Ja, Big Brother is watching you. Ah, kut. Dat moet ik ook nog afgeven aan mijn ouders. Ik ben nog aan het kijken wat het was, ook andere envelop. Oh ja, van stad, van gemeente Alke, wat zit daarin, man? Oh, ik ben nummer 1. Even een unboxing. Ik wil dat ik voor de rode lichten sta, omdat het kan. Als het echt groen is, nog filters van mondmaskers. We zijn wel erg traag vandaag gewoon met het rijden, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ja, ik kan jullie nu laten, want ik ben bijna bij mijn schat. Dan hebben jullie ook eens gezien wat mijn reacties zijn op de weg. Dan
weten jullie dat? Allee, beste boef. Beste jonge reisbak. Beste Jordi. Jullie waren de harde kern in de Discord-chat. Ik mis jou. Ben mis me, jou. Ik mis jou. Jullie trouwens. Ah. En hier is mijn schatje. Oh. Wat? Ik hou van u. Ik hou ook van u. Dus Jung Reispaak, Jordi en Boef. Please. Join Discord terug. De link staat nog altijd in de beschrijving. Gewoon erop klikken. Ik heb jullie al niet meer gekikt. Niet geband. Goed. Joe. En ik hoop dat jullie terugkomen. Want we missen jullie echt. Zelfs Tamara. Ja. Blijven lachen. Ja, ja. Allee. Ah, oké. Doei doei, tot morgen. Zorgen. Voilà, ik ben nu vertrokken bij Bea haar thuis, dus ik ga nu nog. Nu ga ik dus echt richting mijn appartementje rijden. Ik ga eerlijk iets toegeven. Ik heb buikpijn. Weer al. Die Nonto staat daar ook wel echt zeer geweldig. En de kerkklokjes zijn aan het luiden. We doen ze hier elke dag om 8 uur. Voor de zorgkundigen. Hoort eens. Dat je dat echt zo goed blijft horen. Hè. Geweldig. Maar bij deze, ik ga ook de vlog afsluiten. Ik weet niet of het een lange vlog of een korte vlog is geworden. Als het een korte vlog is geworden, mijn excuses ervoor. Als het een lange vlog is geworden, ja. Altijd positiever. Hè. We staan nu in een doodlopende straat is geworden. Hoe ga je die mensen dan... Die moeten dan wel een heel speciale manoeuvre kunnen doen. Het is groen, groen, groen. Ik ga dit nemen. Dus bij deze ga ik dus afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ik ben moe. Ik ben ook al moe. Oh, die krijg ik ook met een klap. Schat, wat heb je gedaan? Dat is besmettelijk dat je moe bent. Nu krijg ik ook een keer een inzinking. Dus bij deze, ik ga nog wat YouTube-filmpjes kijken. En morgen vroeg ga ik al beginnen te renderen, als ik wakker ben, dat de vlog zeker op tijd online kan komen. Dus bij deze, ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, yo, yo.